Leuk dat je kijkt naar een nieuwe shopvlog. Het is lang geleden dat ik een shopvlog heb gemaakt. Dus ik heb vandaag een kruidvat sieraden shopvlogje. Met alleen maar bling bling sieraden. Allereerst had ik deze superleuke ketting geshopt. Die was 19 euro normaal. Hij is echt leuk. Kijk, Ossie, mijn kat, vindt hem ook leuk. Hele mooie glinstertjes. Het einde is ook leuk, zo. Met steentjes. Een soort knoop erin gemaakt. Met 1, 2, 3 koorden en hier 3 koorden en dan zo'n knoop. Helemaal geweldig vind ik deze ketting. Die was nu 5 euro. En ik vind het echt leuk zo sparkle sparkle. Moet je nagaan dat het normaal 19,95 was. Ik heb het oude kaartje nog ervan bewaard. Maar ik vind deze helemaal geweldig. Als ik dat ook even misspelen. En dan had ik nog een ketting die normaal 15 euro was. Met allemaal prachtig lavendelpaars. Heel erg mooi. Oh, zie je, ga me niet erin bijten. Straks bijt je het stuk. Deze is ook echt heel mooi. Oh, zie je, vindt het ook allemaal heel mooi, hè? Maar ja, lila kleurtjes. Paramour, ook glim. Ja, ook heel erg mooi. En die is normaal. Als hij gaat spelen. Als hij. Je bent wel te katje. Zachtjes doen. Maar die was dus nu ook 5 euro. En die van net was ook 5 euro. Dus dat is wel leuke koopjes. En ik heb er dus ook bij passende armbandjes bij. Kijk. Hoe leuk. Het is wel een beetje schaduw nu. Maar ik denk dat je het idee wel snapt. Boefie. Die was dus ook nu 4 euro. Sorry, ik zei het verkeerd. Voor hele mooie armbandjes. En dan had ik nog een ketting. Die was normaal 13 euro. Die was ook al zo bling. Kijk, hoe gaaf. Deze. Ik kon niet kiezen. Deze ook met groen. Met mintgroen en hele mooie kleuren groen kralen. Met een kwastje eraan. Ik dacht vandaag gewoon. Weet je, ik was een keer weer bling bling. Dus deze vond ik ook heel mooi. Hé, hey, dit is de lichtinval is beter. Dan kan ik ze nog even allemaal laten zien. Deze. Met armbandjes erbij. En die ik dus net om had. Die ik even hier heb neergelegd. Die Ossie weer bijna wel pakken. Maar Ossie moet het niet stuk maken. Deze. Superleuk. En normaal was ik kwijt 20 euro, 30, 33, 33 plus 14, 30. Nou, ik was normaal al bijna 60 euro kwijt. En nu was ik kwijt 18 euro voor 4 paar leuke sieraden. Als ik hem weer lekker op schoot zit, dan vind ik dat zo gezellig. En ik heb nog te gekke kussenhoesjes gekocht. Voor mijn slaapkamer. Ik dacht, ik wissel een keer af. Hoe ontzettend leuk is dit? Een aapje. Ik bedoel, een giraffe. Een reebok. Een vogel. Ik wou helemaal geen aapje zeggen. Oh, zo jammer dat er geen aapje op staat, bedoel ik. Een of andere vogel. En dit is zo'n hele mooie zacht blauw. En dit is een zachte stof. En die was maar 2 euro voor 1 hoesje. En ik heb er dus 2 voor de slaapkamer. Helemaal te gek. Dus 2 van. En nog hele leuke. Be happy. Nou, dat zijn wel de hoes hoor. Maar ik heb het alvast omgedaan. Kijk. Met allemaal hommels. Vond ik zo cute. Beetje een groenige kleur. En die waren nu per stuk ook maar 2 euro. En ik ging bij de self-scanner. Toen deed hij niet. Moest ik even iemand roepen. Je had ze ook in okergeel. Super leuk hè, deze. Met een soort corduroy stof met allemaal hommetjes. Super cute. Nou, dat had ik dus bij de kruidvat gekocht. En nog één ding bij de kruidvat wat ik gekocht heb. Ik doe even mijn telefoon zo zetten. Nog een sound logic. Nog wat een wireless speaker. Een wireless speaker. Kijk waar ik hem heb. Ik dacht dat ik hem hier even had. Ja, hij ligt bij mijn voet. Moment. Dan kan je dus muziek luisteren.
in bijvoorbeeld, dus kijk, als ik mijn soundbar aan heb en dan is het geluid bijvoorbeeld, en dan ben ik in de slaapkamer een keer, dan kan ik hem niet te hard doen, dan dreunt het super door. En als ik dan zeg maar zo'n ding heb, niet eraf vallen, als hij van mijn schoot, als ik dan zo'n ding heb, dus nu 3,50, super handig, ik kan hem ook ophangen met een oplaadkabeltje. Nou, dan kan je gewoon in de slaapkamer lekker muziek doen, dat is echt ideaal. Ach, voor 3,50, en dan kan je een kerstje naar het strand gaat of iets, kan je meenemen, kijk, 50% korting. Dus een mega, mega shopvlog voor 25 euro van Kruid. Wat vond je deze shopvlog nou leuk? Doe het duimpje even omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal HS4L. Wildtje, ik heb al te lang niet geshopt, maar kijk, allemaal leuke sieraden, kussenhoesjes. Ik ben er weer helemaal content mee. En nog een gouden draad zo aan de zijkant. Vind je dit allemaal leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Leuk als je een reactie achterlaat. En nog een hele fijne avond. Groetjes Willemien en Ossie. Ossie, kom eens even een t-shirt hebben. Die van Ossie. Mijn lieve koepie. Boefie, wat heb je gegeten? Wat heb je daar? Kipje? Het is veel te zout voor jou, joh. Doei.